Na jarenlang onderzoek doen naar de jeugd, hebben we nog steeds geen één antwoord. Hoe zit de jeugd in elkaar? Wat willen ze bereiken met iets wat ze doen? Waarom gebruiken ze drugs? Waarom gaan ze niet naar de kapper? Misschien moet ik het zelf knippen of zo. Ik weet het niet zo goed. Vandaag hebben we nu eindelijk een antwoord op de vraag: hoe zit de jeugd in elkaar? Ik doe al enkele maanden research. De antwoorden die we hebben gehad zijn toch wel onverwacht. Een van onze ontdekkingen was dit. Een bericht die vaak gestuurd werd tussen jongeren. We hebben dit kunnen onderzoeken. Scheppen. Vandaag leg ik jullie uit wat ons onderzoek heeft uitgewezen. Dames en heren, let's fucking go! Om ons onderzoek zo perfect mogelijk te laten verlopen, hebben wij ons onderzoek gedaan in de examenperiode. In deze periode zitten tieners uitzonderlijk veel op social media. Geen flauw idee waarom. In deze periode zouden ze moeten leren, maar dat doet niemand. Wij hebben enkele vragen gesteld met zeer belangrijke antwoorden, waarop tieners dus antwoorden. En uit de antwoorden kunnen wij dan meerdere dingen afleiden. Zoals de allereerste experimentele vraag: relatine om te leren. Omdat de relatine toch wel een veelgebruikte drug is bij de kinderen, sowieso. Tijdens de examenperiode. En dan slikken sommige kinderen relatine om te leren. Ik snapte het zelf ook niet. Maar ik heb het zelf ook getest deze examenperiode. Ik heb een veldonderzoek gedaan. Dat allemaal om te kijken of het effectief wel helpt. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het geen fuck helpt als je geen ADHD hebt. Dus don't do it. Maar dus, wat waren de antwoorden van de tieners? Ons onderzoek kwam dus neer op 3355 individuele personen die drie antwoorden konden kiezen. Deze drie antwoorden bestonden uit drie zeer belangrijke vragen. Ja, sowieso. Nee, optieven junk. En heroïne is beter. Dus ze hadden de keuze uit deze drie antwoorden. Je zou nu denken, what the fuck? Dat slaat echt nergens op. Maar het slaat wel ergens op. Als wij kijken naar de antwoorden en deze er in totaal bij nemen. Onverwacht, maar toch gewonnen, is het derde antwoord het meest gekozen. Heroïne is dus duidelijk beter dan, ja, dan relatine. Dat was echt iets wat ik niet had verwacht. 38% of toch iets meer dan 38% gewoon gestemd dat heroïne beter is. Uit kunnen we dus concluderen dat het, ja, het zit diep. Het zit zeer diep. Volgende vraag. Dat de antwoorden op onze eerste vraag zo onverwacht waren, hadden we natuurlijk een nood aan de tweede vraag. Deze was toch al iets moeilijker. In de tweede vraag gingen we peilen naar de mening van de kinderen over het weer. De vraag was: wat is uw mening over het weer? En hier hebben wij toch 3418 stemmen kunnen verzamelen. Tieners tussen de 12 en de 15 jaar hadden de keuze uit de antwoorden: tyfus koud, maar het doet me niks. Ik ga in een t-shirt naar buiten. En het derde antwoord: wiet houdt me warm. 63% van de kinderen heeft gestemd op het weer is tyfus koud, maar het doet me niks. 63% is toch wel een grote hoeveelheid. Dus hieruit kunnen we concluderen dat de jeugd toch wel strijders zijn en dat het hun eigenlijk helemaal niks doet dat het koud is. Toch heeft 27% ook gestemd op wiet houdt me warm. Waaruit we dus kunnen concluderen dat marihuana het lichaam warm houdt voor toch enkele tieners. En ja, dat het toch wel positieve effecten heeft op het koude weer. Dus if you have cold, smoke a joint. Haha. Het is geen reclame voor marihuana. Dan hadden we dus nog een laatste vraag. Deze vraag was een momentopname. Waarin we precies kunnen peilen naar hoe de tiener zich op dit moment aan het, zijn tijd aan het verspillen is. De vraag was als volgt. Stop nu meteen uw hand in uw broekzak en zeg wat u voelt. Dus bij deze vraag wordt er dus gepeild naar de inhoud van de broekzakken van de tieners. Kinderen die op dit moment geen broek aan hadden, waren natuurlijk gewoon niet mogelijk om deze vraag te beantwoorden. Mogelijke antwoorden waren: geen geld, dikke plukken weedie, een verdacht poedertje en een gewassen papiertje. Voor de mensen die niet begrijpen wat het antwoord een gewassen papiertje betekent. Soms als je een propje papier laat zitten in je broekzak en je mama was die broek en dan enkele jaren later doe je die broek weer aan, dan zit er zo'n fucking propje raar gewassen papier in je broekzak. En dan zit je daar zo van, what the fuck, wat is dit? Holy shit. Ja, dat is het dus. Het is gewassen papier. Omdat sommige jongens hun fabdoekjes gewoon in hun broek laten zitten. Zo vies! Fuck, that's nasty, man. Voor deze vraag hebben wij 3118 antwoorden moeten controleren. Zijn we dus duidelijk tot de conclusie gekomen dat de jeugd fucking skeer is. Niemand had geld in zijn broekzak. Iedereen was fucking scared. Geen geld was meer dan 61% van de antwoorden. Dus dat is fucked up. Dat is niet goed. Je moet altijd zorgen dat er een paar kluiten in je broekzak zitten. En ik weet niet waarom er veters in mijn broekzak zitten, maar oké. Zorg altijd dat er een paar nodige kluiten voor noodgevallen in je broekzak te vinden zijn. Zo ben ik dus tot de conclusie gekomen dat het,
Het is helemaal gefuckt. De jeugd bestaat uit junkies die geen geld hebben. En die gewoon fucking strijder zijn aan buiten gaan om in de avond nog, ja, allemaal vieze dingen buiten te doen met hun vrienden. Staat er niet goed voor, dames en heren. Het is zwaar gefuckt. Sommige mensen twijfelen waarschijnlijk aan de betrouwbaarheid van deze video. Ik heb dus bewijzen dat... Het ergste is nog dat deze antwoorden, deze vragen gesteld zijn aan mijn kijkers. Volgers van mijn Twitter. Als je me nog niet volgt op Twitter, doe dat even. @NathanXAcid. Om hier dan dit uit te kunnen concluderen... Dat is niet leuk! Dat is echt niet leuk. Don't do drugs, kids. Wat is wel niet dat ik nog eens zo'n video doe waarin ik ja, ga reageren op polls. En ja, jullie antwoorden laat beantwoorden. En ja. Volg mij dan zeker op Twitter. En smash zeker een duimpje omhoog op deze video. En ik ben AcID. En ik zal zeggen, tot de volgende keer, dames en heren. En ja, als je nog examens hebt deze week, veel succes. Ik ga wel vakantie. Als dit echt een red room is, dan ben ik volledig de lul. Ik kan hier niet eens klikken. Holy shit, je moet hier allemaal gekke dingen klikken om... Yo, maar dit... Fuck. Shit.